dat er in Veendam geen voetbalclub van enige potentie meer is. Zo'n grote plaats is wel een beetje beschamend voor zo'n plaats als Veendam, vind ik. Sportclub Veendam gaat definitief niet verder in de hoofdklasse. Sinds het faillissement probeerde men op deze manier de club te behouden, maar het gloednieuwe bestuur is er niet in geslaagd om 1,5 ton bij elkaar te krijgen voor een doorstart. We hebben met een aantal partijen, of met veel partijen, soms wel 2, 3, 4 gesprekken gevoerd. En op een gegeven moment, ja, dan krijg je gewoon 0 op je rekest. En de toon was altijd goed, alleen het economische tij werkt ook niet mee. Hoeveel het bestuur precies tekort komt, wordt niet duidelijk. Wel dat het bedrag lang niet gehaald is. En dan praat je natuurlijk niet over een verschil van 1000 of 2000 euro, maar het verschil was gewoon te groot. De zwarte mannen die dan het initiatief hebben genomen in de wandelgangen en het voor de zeggen kregen, die hebben toch blijkbaar niet de commerciële power om 150.000 euro'tjes bij elkaar te harken. En dat valt me al een beetje tegen, want zoveel geld is er natuurlijk ook weer niet. Kijk, als je dat al niet bij elkaar mee krijgt, dan ja, dan trek je echt aan een dood paard. En helaas is het paard dood gebleken. Zo komt er een einde aan een lange voetbalgeschiedenis aan de Lange Leegte. Een geschiedenis die vaak te weinig over voetbal ging. Als je als voetbalclub 10 jaar lang eigenlijk boven je begroting leeft en voortdurend te maken krijgt met dit soort problemen, terugkerende problemen op financieel vlak, ja, dan moet je uiteindelijk heel nuchter als Noordeling zeggen, het kon niet meer, punt. Het plan om nu alsnog verder te gaan in de 5e klasse lijkt dan ook weinig steun te hebben. Nee joh, niet doen. Nee, dat vind ik niks. Dat moet je niet meer willen. Daarvoor is Veendam 1894. Richt je op Veendam 1894. Mensen die daar nog belang bij hebben, maak daar een mooie club van.